Ja, kan er niks aan doen. Word ik voor betaald. Even kijken, dames en heren. Mijn lijstje erbij. Ik kwam namelijk binnen, net als dat u binnenkwam aan het begin van de avond. En toen kwam Ronald naar me toe en die stopte iets in mijn kontzak. En daar mocht ik niet naar kijken totdat jij dit nummer gaat spelen. Dus het zit hier al een tijdje. Het broeit wat. Maar het gaat goed komen. Ik wil alleen nog even wat dingen van je weten. Kan dat? Ja. Ja? Je hebt een aantal single cd's heb je opgenomen. Ja, klopt. En nu deze cd. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Even voor de mensen het idee, hoe lang duurt dat nou voordat je zo'n album helemaal echt gereed hebt? 6 uur. Dat is heel snel. Toch wel 2 jaar. Bijna 6 uur dus. Ja, ja. Precies. Twee jaar en dan zit je bijna dag en nacht in de studio, heb ik het idee. Want als ik je belde, kreeg ik je nooit te pakken. Nee, dat klopt. Vooral heel veel 's avonds. Ja, dus nachtuurtjes. En is het nog wel uit te houden met Ronald? Ja, tuurlijk. Dat sta ik hier niet. We gaan op voor een tweede cd. Absoluut. Goed zo. Nou, zullen we het doen dan? Wie van u zou de cd ook wel willen hebben? Dat zijn ze niet allemaal, denk ik. Kan het misschien iets harder? Ja! Dan heb ik slecht nieuws voor u. Want ik ben altijd de brenger van slecht nieuws, dus dat is goed. De cd is al wel onderweg, maar nog niet hier gearriveerd. Dat betekent dat we vanavond bij de signeersessie, als u daar uw adres achterlaat, wordt die gratis naar u toe gestuurd. Dus zo snel mogelijk na vanavond krijgt u de cd gewoon thuis gestuurd. Zullen we dat doen? Ja. Daar kunnen zij overigens allemaal niks aan doen, want zij hebben het echt geprobeerd 2 weken geleden al voor elkaar te krijgen. Maar er waren wat omstandigheden waardoor het wat langer duurde. Nou, dan ga ik ook kijken. Oh, hij is mooi. Hoe vindt u de achterkant? Dat is mooi, hè? De voorkant is ook mooi. Het eerste exemplaar voor René zelf, alsjeblieft. Live your dream. En dan lijkt het me wel dat jullie samen een stuk opmaak gaan doen. Ja, zo moet ik doen. Nou, live your dream. Oh, no.